Present simple. Present simple. Dat gebruik je als iets altijd nooit of regelmatig is. The present simple in een schema. Dat is ook wel de tegenwoordige tijd genoemd, de present simple. De vorm van een present simple, daar bedoel ik mee hoe de present simple eruit ziet. Dat is of bij he, she, it, werkwoord plus s, of bij I, you, we en they gebruik je het hele werkwoord. Je gebruikt de present simple als iets altijd nooit of regelmatig is. Signaalwoorden van de present simple zijn everyday, always, never, usually en often. De signaalwoorden gebruik je vooral wanneer je meerdere tijden moet gebruiken. Bij he, she, it gebruik je werkwoord plus s. She always puntje puntje leave the house at 7:30. Daar komt dan een s achter het werkwoord. She always leaves the house at 7:30. Ben never puntje puntje take the bus on Wednesdays. Dan staat er niet he, she of it in de zin. Maar dan moet je Ben vervangen door he. Dus dan krijg je alsnog Ben never takes the bus on Wednesdays. My little brother puntje puntje like to scream a lot. Staat ook niet letterlijk he, she of it in de zin. Maar my little brother moet je dan vervangen, ook weer vervangen door he, mijn kleine broer. En dan krijg je my little brother likes to scream a lot. Bij I, you, we en they, we noemen dat voor het gemak even rest, komt het hele werkwoord erachter. I usually puntje puntje go swimming in the morning wordt dan I usually go swimming in the morning. Sophie en Tim puntje puntje live in London. Daar staat niet letterlijk I, you, we of they in de zin. Maar Sophie en Tim, dat is meervoud, dat zijn de twee. Dan moet je dan vervangen, meervoud vervang je dan door they. Dan krijg je dus Sophie en Tim live in London. Vragende zinnen maak je als volgt in de present simple. Bij he, she, it gebruik je does plus het hele werkwoord. Met het werkwoord work wordt het dan dus does he work every day? Let op het werkwoord work, daar komt niet nog eens extra een s achter. Dat staat al genoemd bij does. Dan bij I, you, we en they gebruik je do plus het hele werkwoord. Dat wordt dan dus do you speak English? Ontkennende zinnen maak je als volgt met de present simple. Bij he, she en it gebruik je doesn't plus het hele werkwoord. Met het werkwoord no wordt dat dan dus mom doesn't know that man. Ook hier weer geen s achter no zetten, want die staat al bij doesn't. Bij I, you, we en they, dus bij de rest, gebruik je don't plus het hele werkwoord. Dan wordt dat dus we don't watch a lot of TV. Dan hebben we als laatste nog een paar oefenzinnen. Deze ga je in je aantekeningenschrift maken. Je neemt de zin over en je zet de antwoorden erbij. Als er een smiley staat met een lachend gezichtje, dan is het een normale zin. Een droevig gezichtje, dan maak je de zin ontkennend. En als er een vraagteken bij staat, dan behandel je hem als een vragende zin. Veel succes hiermee!